to write in. That's all he needs to write in. A marathon I'm entering. A marathon he's entering. I'm raising for a charity. Sponsors come running to me. I've learned to cut the yellow. We kunnen gaan eten in een deftig restaurant. Moet je natuurlijk een beetje Frans kunnen. Hè? Dat is niet zo moeilijk. Luipaard is leopard. Giraffe, chien betekent zwijn. Dus mol betekent waarschijnlijk. Wie ik heb het aan, wat zal het zijn? Mol graag, mol. Oké, dankjewel. Zo eenvoudig is dat. In restaurant het kiekenskot krijg je kieken, in restaurant de vis krijg je vis en in bistro de mol krijg je natuurlijk. Alsjeblieft, wat dan, kapitein? Samba that swings so cool and allora, andiamo a prendere un spugno. Questo è sporco! Un altro spugno sporco! Che sabotaggio! In boom vinden we bomen, in Pisa vinden we pizza's, dus als we mollen willen vinden, moeten we hoogstwaarschijnlijk hier zijn. Molsveld in Mol. We kunnen niet beter zitten. Misschien heb ik hier wel een beetje meer geluk, want als dit een molshoop is, zit hier echt wel een megamol in de grond. Even kijken. Dat is schrik, madame. Heel bang. Nou. Geen reactie, hè? Niks. Dat slaapt, jong. Ik hoor wel een paard. Er zit misschien een paard in de grond. Of fijn hoor. Pronto, capitano? Senti, torni subito perché qua i sabotaggi non finiscono più. Waar heb ik je? Sabotage in de keuken? En ze willen maar niet ophouden. Ja, maakt u geen zorgen, want het is nu woensdag 6:30 en ik sta hier in een verlaten mollenveld. En ik heb hier juist afgesproken met een anonieme contactpersoon die er toch voor zou kunnen zorgen dat we ons mollenprobleem oplossen. Oké, Rebecca, ik denk dat het weer aankomt. Ja, tot straks. Hè. Ja, voilà, onze anonieme contactpersoon, Hugo. Hallo. Alles goed? Zeer goed, zeer goed. Fantastisch. En u hebt een mol kunnen te pakken krijgen, zeker? Ik heb een molletje bij. Ja, fantastisch, heel goed. En was het makkelijk om dat te vangen? Ja, ik ben geen mollenvanger. Hè. Ik ben ooit gevangen geweest. Maar ik weet wel hoe het in elkaar zit. Het is mij gelukt. Voilà, dat is het belangrijkste. Hè. Onze mol, dan kunnen we die beginnen klaarmaken. Hè. Smakelijk. Dank u wel, chef. Veel succes. De mol. Goedendag, Miss Mol. Ja, zeker. Dames en heren, Miss Mol. Goed. Hey. Alles oké? Okay? Alles is fantastisch bij mij. Ik zou graag mijn mol laten proeven door u, mag dat? Ja, zeker. Georgia. Georgia. The whole day through. Just in all. Ziezo. Miss Mol. Hallo. Ik ben ondertussen fantastisch aan het eten en ik zie dat er een klein hapje verdwenen is. Hoeveel punten geeft u deze mol qua look? Ik heb ze 650 punten gegeven. 650? Oké. En qua smaak? Het belangrijkste. Dat is verschrikkelijk lekker. Dus ik heb 750 punten gegeven voor de smaak. 750? Ja. Dat is dus een gemiddelde van? 750, 650 van? Van 700, Marie. 700, maar ik ben toch een blij kapitein. Dus welkom, welkom, welkom. En ik zou zeggen, eet rustig verder. Dan ga ik ondertussen het volgende gerecht klaarmaken. Oké, dankjewel.